Waar begin je nu eigenlijk als je een bitcoin wilt kopen? Nou, bijvoorbeeld hier, ik ga je ermee helpen. Voordat je een bitcoin gaat kopen, het eerste wat ik je aanraad, is je natuurlijk goed af te vragen van welk bedrag kan ik betalen. Zorg dat je er nooit geld voor gaat lenen. Je moet het makkelijk kunnen missen. Het moet niet afgaan van het geld voor eten, huis of kleren of wat dan ook. Dat is het gedeelte wat je gaat beleggen. Kijk dan ook altijd vooral eerst eventjes naar de koers. Want de koers, zoals je hier ook op het scherm kunt zien. Hier hebben, gaat toch eens even weg. Hier hebben we de koers vanaf pak een beet medio 2016. En die loopt hier helemaal door tot waar we nu zijn. En je ziet de koers die trekt echt weer omhoog. Maar iedere keer gaat hij ook weer naar beneden. Hij gaat omhoog, hij gaat weer naar beneden. En wat je natuurlijk niet wilt kopen, is op zo'n top. Of hier, of hier, of hier. Nee, je wil hem kopen als hij weer wat lager is. En rijst nu de vraag, 8 oktober 2017, is hij nu wat lager? Ja, kijk, meest idealiter had je hem hier beneden ergens gekocht. Maar met de vooruitzichten die er voor de komende periode voor Bitcoin in het verschiet liggen, zou ik met een gerust hart hier instappen. Want ik verwacht dat de koers nog dit jaar richting de $5000 zal gaan. Kijk, hier hebben we het over, dit is de euro koers die we hier hebben staan. Maar richting $5000 zal die zeker gaan, dus dan moet je hem vertalen naar euro's. En ja, in de toekomst dan zijn de perspectieven nog veel rooskleuriger. Dan zijn er immers maar 21 miljoen van en Bitcoin wordt een steeds populairder betaalmiddel. Ja, maar vooral ook een steeds populairder investeringsmiddel. En het betaalstukje, nou, daar zijn wellicht sommige andere altcoins weer beter in. Maar laten we even ons op Bitcoin focussen. Je wil een Bitcoin gaan kopen, wat ga je doen? Nou, je moet kijken, op zo'n plek als BTC Direct kun je Bitcoins kopen. Hier zie je wat ze moeten kosten. Als je ze gaat verkopen, dan is dat natuurlijk een ander bedrag dan wanneer je ze gaat kopen. Maar dit is de koopprijs. Die is nu dus bijna 3900 euro. Een andere optie is nog Lightbit, die heb ik hier staan. Bij Lightbit is mijn ervaring dat de prijs vaak wat hoger ligt. Hier zie je een bitcoin die kost 3993, dat is bijna 4000 euro. Significant verschil. Voordeel bij Lightbit wellicht is dat je daar heel veel andere munten ook kunt kopen. En BTC Direct concentreert zich met name op bitcoin en Ethereum en Litecoin. Maar wij blijven nu bij Bitcoin. Dus ja, in ieder geval voor aanschaf van een Bitcoin koop ik altijd bij BTC Direct. Maar ja, je gaat de Bitcoin kopen. Waar ga je dat ding naartoe sturen? Want de site wil natuurlijk weten, waar moeten wij het naartoe sturen? Dus voordat je op zo'n site als BTC Direct de Bitcoin koopt, zul je een portemonnee moeten hebben. Natuurlijk geen fysieke portemonnee in dit geval, maar een portemonnee op je computer. Die heb je in verschillende vormen. Als jij gewoon een bitcoin wilt kopen en die wil je voor een lange periode wegzetten, kijken wat dat ding gaat doen met de jaren, nou, dan zou je bijvoorbeeld via blockchain.com, blockchain.info, een paper wallet, dus een wallet die je door middel van wachtwoorden op papier weer kunt oproepen. De wallet zelf staat online, die staat op de blockchain. Een andere optie is dat je een wallet, zoals bijvoorbeeld Electrum, er zijn er meerdere van, een wallet op je pc laat installeren. Ook die zul je met verschillende wachtwoorden weer kunnen oproepen. En dan staat de blockchain ook op jouw eigen pc. In dat geval ben je dus niet afhankelijk van een website, maar heb je zelf ook een, misschien iets meer controle. Al is dit in mijn optiek een zeer veilige manier om een bitcoin op te slaan. De allerveiligste manier, dat is de manier die ik zelf gebruik, is via een Ledger Nano S. Hier is ook een Trezor, dat is een ander merk, een ander type, die doet verder hetzelfde. Dan heb je nog steeds de bitcoin op het net staan. Alleen om hem op te roepen, moet je fysiek op dit apparaatje een pincode intoetsen. En die pincode die kan nooit door een hacker op afstand gevonden worden, opgeroepen worden, omdat die fysiek ingedrukt moet worden. En om die reden
is het gewoon een hele veilige manier van opslag. Zo'n apparaatje kost een tientje of 5, 6. En dan heb je dat extra stukje ingebouwde veiligheid. Maar voor nu laat ik jullie even zien via blockchain.info of blockchain.com hoe je daar een portemonnee binnenhaalt. Kijk, je gaat naar Products Wallet of via Get a Free Wallet. Nou, je vult daar dus even je gegevens in. Ik heb mijn gegevens ingevuld. Je moet natuurlijk zelf even een wachtwoord bedenken. Heb je dat gedaan en op continue gedrukt, kom je op dit beginscherm. Dan staat dan meteen Get Bitcoin. Dat gaan we nog niet doen. Op dit scherm kun je trouwens ook zelf Bitcoin kopen en verkopen. Maar voor we hier iets op gaan zetten, wil ik deze wallet, deze portemonnee, veel beter beveiligd hebben. Want nu hoeft maar iemand mijn wachtwoord te weten en hop, ze zijn al binnen. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst naar het Security Center. En er zijn een aantal stappen die je hier kunt doen om jouw veiligheid te verhogen. De eerste is even zorgen dat je mailadres weer bij hun ook bekend is, dat het geverifieerd is. Dus je moet even naar je e-mail toe om even te verifiëren. Klik op de verificatielink, dan is dit stukje afgedekt. Vervolgens kijk je nog voor een backup recovery phrase. Ik klik hem even aan. En ik raad je aan om dit papier ook eventjes uit te printen. Als je erop klikt en opent, dan vind je hierop een 12 vakjes. Daar vul je zo meteen de woorden in van je recovery phrase. Dat zijn je portemonnee woorden. De woorden die je nodig hebt om te alle tijden op alle plekken bij je portemonnee te komen. Alleen jij kunt er dan bij. Zorg dat je die woorden nooit online ergens wegzet. Je maakt er ook geen foto van, want als het digitaal is, dan kan een of andere slimme gast achter een pc'tje heel ver weg er misschien wel bij komen. Dus je schrijft de woorden op en legt ze ergens op een veilige plek. Ik raad je ook aan er ergens een kopie van te maken, want ja, je huis zou maar eens in brand vliegen of wat dan ook. Er vliegt een glas cola overheen of koffie of wat dan ook. Zorg dat je ergens nog een kopie hebt liggen op een plek die jij volledig vertrouwt en goed afgesloten is van derden. Als je dit hebt uitgeprint, dan krijg je hier next step. Dan krijg je woorden. Die woorden die moet je dus gaan invullen op de 12 vakjes die je net op het papier zag. Nou, black, code, gift, etc. Hier heb je er nog een aantal. Ik kan dit gerust laten zien, want dat zou ik natuurlijk anders nooit doen. Maar ik ga hier niks op deze wallet zetten. Ik heb deze wallet aangemaakt puur om het jullie goed uit te kunnen leggen. Nou, nog 12 woorden. Jullie mogen er trouwens gerust geld op zetten. Ik zal er over een jaar eens gaan kijken en wie weet word ik aangenaam verrast. Final step. Dan krijg je nog een controle van wat zijn nou de woorden die... Oh ja, dan heb ik ze natuurlijk zelf niet ingevuld. Maar welke woorden heb je daar nu allemaal op dat blaadje staan? Die vul je dus hierin. En als je dat gedaan hebt, dan is dit stukje afgedekt. Als je die woorden ooit kwijt zou raken, zoals ik in het verleden wel eens een keer gedaan heb, dan ben je je Bitcoin kwijt. Dus knoop je dat goed in de oren, kwijt. Op die manier heb ik nog ergens 17e Bitcoin liggen. Destijds ging het om enkele honderden euro's. Inmiddels is het al een ander verhaal en wie weet over 10 jaar. Hè? Je kunt eventueel nog een paswoord hint, mocht je je wachtwoord kwijt zijn, dat je daar nog aan herinnerd wordt. Verder zorg je voor, dit is heel belangrijk, je mobiele nummer moet je even gaan koppelen aan de blockchain.info waar je wallet staat. Maar wat echt belangrijk is, is deze Enable Two-Step. Dat is twee-factor verificatie. Als iemand jouw wachtwoord toch zou vinden en hij vult die wachtwoorden in op deze portemonnee, dan kan hij met twee-factor verificatie nog niet binnenkomen. Want namelijk op jouw telefoon verschijnt een cijfer, het zijn 6 cijfers, die je nog een keertje moet invullen op blockchain.info. Heb je dat ingevuld, pas dan kom je in je wallet. Ik heb dus net mijn mobiele nummer opgegeven. Ik ga nu ervoor kiezen om twee-factor verificatie in te schakelen, zodat ik een extra veiligingslaag heb voor ik in mijn portemonnee kom.
Met name dus bedoeld, mocht iemand ooit mijn wallet Worlds Overhaul toch vinden, dan kan hij daar niets mee zonder mijn telefoon. Ik klik hierop, Enable Two Step. Ik klik op Enable. Dan vraagt hij, wil je Google Authenticator of YubiKey? Nou, ik raad je aan om Authy te gebruiken. Authy is een, kijk of ik dat hier kan laten zien op mijn telefoon. Oh. Natuurlijk gaat hij dan helemaal andere dingen doen. Authy laat een code zien. Het voordeel van Authy, ik heb er verschillende beurzen in staan. Het voordeel van Authy is dat je een wachtwoord hebt. Dat heeft Google Authenticator niet. En wat als je nu je telefoon een keer, hij gaat kapot of laat hem in het water vallen, wat dan ook. Met dit wachtwoord kun je op Authy je codes terugkrijgen. En met Authenticator heb ik het in ieder geval niet gevonden. Dus ik raad je aan Authy in de App Store of de Play Store te downloaden en die te gebruiken hiervoor. Als ik dit aanklik, dan zie je een scherm. Niet mijn code laten zien natuurlijk. Ik klik op Authy. En hieronder kan ik kiezen dat ik een account wil toevoegen. En ik klik op Scan de QR-code. En die richt ik op het vierkantje. En vervolgens staat mijn portemonnee bij Authy erin en krijg ik een zescijferige code die iedere 30 seconden ververst. Dus zie daar maar eens aan te komen als hacker zijnde. Nou, ik laat dit nu even voor wat het is. Het is maar ter demonstratie. Nou, dit onderste stukje, Block Tor Request, ik zou het in ieder geval doen dat via het Tor-netwerk jouw wallet niet aangesproken kan worden. En nou ja, het Tor-netwerk, dat is een beetje een schimmige wereld, hè? Dat is zeg maar de donkere kant van het internet. Daar zal ik verder niet over uitweiden. Heb je dit allemaal gedaan, dan heb je ervoor gezorgd dat jouw wallet optimaal beveiligd is voor zover je dat hier op een blockchain kunt doen. Maar ik heb er nog steeds niks op staan. Ja, nu is het dus tijd om te gaan vullen. Wat doe ik? Kijk, je kunt hier verzenden. En je kunt ontvangen, request. Dus daar gaan we even op drukken. En hier zie ik mijn walletadres. Nou, dit is mijn adres. Als ik iets in deze wallet wil ontvangen, zal ik dit adres dus moeten doorgeven. Ik klik op copy. Dan kun je hier het bedrag invullen. Dat is als je aan een vriend of zo een bepaald verzoek van ik wil zoveel geld nog voor je hebben voor een vriendenweekend wat we geregeld hebben of wat dan ook. Hè, dan kun je het wat exacter neerzetten. Dat is in dit geval niet nodig. Ik heb het adres gekopieerd nu in het geheugen van mijn computer. Nu ga ik terug naar BTC Direct. En dat is deze. Je ziet de prijs die verandert met de minuut. En ik ga me hier natuurlijk ook nog even registreren. Nou, dat zullen jullie ook allemaal moeten doen. Uiteraard heb ik dat al gedaan. Dus ik geloof wel dat jullie dit zonder mij ook kunnen. Maar dan ben je er nog niet. Je bent wel binnen, hè? Je hebt je geregistreerd, maar je kunt nog niet zo heel veel kopen. Er zitten behoorlijke restricties aan in het begin, aangezien jij nog heel onbekend bent voor hun en hun, in dit geval BTC Direct. Zij willen meer van je weten voordat zij jouw bitcoins verkopen. Nu ben ik natuurlijk al wat verder in het hele stukje. Ik heb hier bij limieten. Bij limieten in het begin kun je maar 100 euro kopen en voor 1000 euro verkopen. Ja, voor 100 euro bitcoin, dan heb je nog niet zoveel. Dus je zult aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om de volgende stap te maken. Je zult je telefoonnummer bijvoorbeeld moeten doorgeven, adresgegevens. Dan kom je alweer in een volgend stukje. Je kunt van newbie naar verified, naar hero, naar Satoshi, de bedenker van bitcoin. Althans, het alias van de bedenker van bitcoin. En nou ja, ben je zover, dan kun je wat 10.000 euro aan bitcoin kopen. Per dag is dat.
Nou ja, die stappen die zul je dus even moeten doorlopen om verder te komen in het, op deze website en meer te kunnen aanschaffen. En uiteindelijk, ja, je zult bijvoorbeeld je paspoort of je rijbewijs moeten inscannen. En je zult ook een selfie moeten maken van jouzelf met je paspoort of rijbewijs. Wel uiteraard hetzelfde document als waar je eerder de scan van hebt gemaakt of die je van plan bent op te gaan sturen. Nou, heb je dat gedaan, dan kun je eindelijk bitcoins gaan kopen. Nou, ik ga er nu 80 kopen. Natuurlijk opschepperij, maar we doen maar net alsof. Oh ja, ik mag het natuurlijk niet. Maximale bedrag 10.000 euro. 10.000 euro, superrijk, bitcoins kopen. Je begrijpt, ik ga dat niet echt doen nu. Hier vul ik dus mijn adres in. Het adres wat ik dus eerder hier in mijn wallet heb gekopieerd. Dat ga ik hier invullen. Ik bekijk hoe ga ik betalen. Er zijn een aantal opties. Welke bank ik daarvoor gebruik. Vink Vink. En je gaat naar afrekenen. Nou, dan kom je dus in zo'n Ideal afrekenscherm. Let erop dat er daarna nog een actie van je gevraagd wordt. Als je hebt betaald, dan kom je weer op deze website. En dan wordt nog de vraag gesteld, wil je dat de bitcoins verzonden worden naar je walletadres? Vergeet dat dus niet. Dat moet je nog even bevestigen. En als dat dan gedaan is, even geduld. Voorheen was dat lang geduld, maar met een update die Bitcoin een poosje terug heeft gekregen. Een hard fork is dat geweest, maar Bitcoin zelf die heeft wat veranderingen ondergaan. Ze zijn aangesloten op het Lightning Network. Het gaat nu een stuk sneller en je zult binnen een half uur toch zeker je tegoed hier flink hebben aangevuld. En dan ben je bezitter van je Bitcoin. En ik blijf maar herhalen. Let erop, bewaar goed je wallet words. Bewaar ook het adres waar je je bitcoin hebt staan of je bitcoins. En ja, doe ermee wat je wilt. Laat het even in een kluis sudderen, je paswoord. Of ga de volgende stap doen als je eraan toe bent. Want ja, bitcoin is maar één munt en wel de belangrijkste, want alle munten zijn gelineerd aan bitcoin. Maar er zijn tal van altcoins op de markt, andere cryptocurrency munten. En in een volgend filmpje zal ik daar wat meer over vertellen. Sommige munten die zijn een stuk meer winstgevend, kunnen winstgevend zijn dan bitcoin is. Omdat ze bijvoorbeeld nog veel eerder in het proces zitten en heel veelbelovend zijn qua technologie. Mensen die voelen er een klik mee. Die denken van dit kan een goede oplossing zijn voor mijn bedrijf of voor de toekomst van hoe alles zich met elkaar verhoudt. Dus dat zijn ook munten die heel lucratief kunnen zijn om op te gaan investeren. En dat doe je dan via een beurs. En hoe zo'n beurs dan in zijn werk gaat, dat laat ik de volgende keer zien. En op dat moment zul je ook een deel van je bitcoin naar die beurs moeten gaan overmaken om daar te kunnen gaan handelen. Daar laten we het nu even bij. Succes! En mochten er vragen zijn, dan lees ik het wel onderaan het filmpje bij de reacties. Dank jullie wel.